leg je die twee uur in. Ja, je kan wel protesteren. En de onmacht zien van de politiek. Obama doet dat in Amerika. Ja, ik kan het niet uitleggen. Dit is Politiek Café, vandaag vanuit Green Village Nieuwegein. En het onderwerp dat vandaag de revue passeert gaat over uw pensioen. Het onderwerp leeft, de zaal is goed gevuld en Allard Bruinshoofd, hoofdeconoom bij de Rabobank, die gaat ons uitleggen wat er na de crisis is komt, die we al heel veel meegemaakt hebben. Komt er bijvoorbeeld een nieuwe pensioencrisis? Zoals ook routine is geworden bij Politiek Café, gaan wij 10 ja-nee vragen stellen. Op een paar zullen we nog even doorgaan en daarna is tijd voor de presentatie en dan mag u weer helemaal los zoals we dat van u gewend zijn. Goed, daar gaat-ie. Het verloop van koersen is niet te voorspellen. Nog met een technische analyse, nog met een fundamentele analyse. Het blijft eigenlijk gokken. Eens of oneens? Eens. Frankrijk zou er goed aan doen om de pensioenleeftijd van de huidige 58 of 60 jaar, 58 jaar voor de ambtenaren, 60 jaar voor de vrije markt, niet naar 62, maar nu fors te verhogen naar 65 jaar. Eens. De AOW-leeftijd wordt pas in 2020 door het kabinet Rutte verhoogd naar 66. Dit is volstrekt onvoldoende en zou minimaal naar 67 moeten. Volledig mee eens. Ja. Minister De Jager wil een provisieverbod instellen voor ondoorzichtige financiële producten, zoals pensioenen, hypotheken en levensverzekeringen. Dat is een uitstekende zaak. Ben ik het mee eens. Ja. Mag ik vragen of u met uw inleiding zou willen beginnen? Absoluut. Ja, zoals gezegd, het mag duidelijk zijn dat ik als econoom naar het probleem van lange leven ga kijken met u hier vanavond. Ik denk dat ik het beste eventjes hier kan staan, dat u ze allebei kan zien. Ja. Deze cartoon die dateert van begin 2009, het hoogtepunt van de financiële crisis. Toen elke financiële partij die in het nieuws kwam met sussende woorden van het is allemaal niet zo erg als dat de geruchten suggereren, binnen een week gered moest worden door de staat. Beurzen gingen toen hard onderuit en er kwamen toen ook berichten van, nou, wat met onze pensioenen? Dat werd ook ontkracht en dat heeft deze cartoon geïnspireerd. Het gaat niet alleen maar om onze AOW natuurlijk, als we het hebben over de overheidsfinanciën en de AOW die eruit betaald wordt. Het gaat ook om onze tweede pijler pensioenvoorziening, de pensioenen die we opbouwen bij onze bedrijfstak pensioenfondsen. En ook daar zie ik de nodige problemen. Volgens DNB was de dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen in het eerste kwartaal van dit jaar gemiddeld genomen 108%. Dat is eigenlijk net boven de waterlijn van 105% waaronder actie moet worden ondernomen. En 44% van de Nederlandse werknemers was aangesloten bij een pensioenfonds dat onder water stond. Dus dat zijn best wel ernstige getallen. Dus een combinatie van verliezen op de beurs, lagere lange rente en ook het feit dat we met z'n allen toch nog weer wat langer blijken te gaan leven dan dat we eerder dachten. Eigenlijk was de vergrijzingsproblematiek in 1957 al bekend. Toen werd de AOW ingevoerd en toen werd al gezegd, als de levensverwachting toeneemt, dan zal die pensioenleeftijd ook moeten worden verhoogd om het allemaal draaglijk te houden. Dus eigenlijk zijn we al een halve eeuw aan het uitstellen. Nu kan het niet langer meer. Maar als we dan kijken naar de uitgaven aan overheidspensioenen AOW en de zorguitgaven, dan zien we dat die van 2010 tot 2040 met 8% BBP toenemen. Ofwel, bij ongewijzigd beleid, zelfde zorgvoorzieningen, zelfde pensioenvoorzieningen en dan de bevolkingsprognose daartegenaan, zal het overheidssaldo met 8% verslechteren als gevolg van de vergrijzing. Dus dat is wat tegen je in moet dekken. Niet alleen die overheidspensioenen, zei ik al, maar ook de bedrijfstak pensioenen, de tweede pijler pensioenvoorzieningen, daar moeten we op gaan, moeten we ons op gaan herbezinnen. Ik schets u al aan het begin dat Nederlandse pensioenfondsen onder druk staan. Ze hebben in 2009 flinke klappen opgelopen op de aandelenmarkten. Dus hun bezittingen, even kijken, dat is voor u deze kant, bezittingen zijn flink afgenomen. Hebben ze in de loop van 2009 ook wel weer wat van teruggewonnen, maar nog niet genoeg. Maar ook aan de verplichtingenkant. De verplichtingen van die pensioenfondsen zijn flink toegenomen. Enerzijds doordat de rente is gedaald. Dat maakt dat de uitgaven, de verplichtingen die pensioenfondsen, de uitbetaling die ze de komende tientallen jaren moeten doen, die worden meer waard in hedendaags geld. Om dat voor u wat begrijpelijk te maken, dat is een beetje technisch jargon. Maar u kunt zich voorstellen dat u over 10 jaar 10.000 euro op tafel moet kunnen leggen. En dan moet u vandaag geld voor opzij leggen. Nou, als de rente 20% is, hoeft u vandaag niet heel veel geld opzij te leggen. Want een klein beetje geld en 20% rente op rente, dat maakt in die 10 jaar dan wel die 10.000 euro. Als de rente maar 2% is, dan moet u vandaag veel meer opzij leggen. Nou, dat geldt ook voor de pensioenfondsen die de komende decennia pensioenen uit moeten keren. Dus daalt die lange rente, dan neemt eigenlijk alleen maar de pot met geld toe die ze nu klaar moeten hebben staan. Ik ben heel benieuwd naar de mening van de heer Bruinshoofd over de discussie in pensioenland op dit moment, in discussies met DNB.
Moet je afstempelen, is het traditionele woord of niet? Moet je onder deze omstandigheden, als je een dekkingsgraad onder de 100 of zelfs onder de 95 hebt, korten of niet? Donner heeft zich heel stevig opgesteld, DNB stelt zich heel stevig op. PME Pensioenfonds heeft aangekondigd, wij gaan niet korten over ons lijk. Ik ben benieuwd naar uw visie. Ja, ik denk dat je er niet aan ontkomt en ik denk ook de oplossingen die je schetst zijn allemaal vormen van afstempelen op de pensioenbeloftes. Alleen niet onder dwang van die dekkingsgraad die dan onder de 100 of onder de 95 komt. Maar meer gewoon een herziening van het pensioencontract. Waar zijn we mee bezig? Wat komt er op ons af? En wat is haalbaar in de toekomst? En wat is ook echt nodig aan pensioenvoorziening? En dat je die discussie gaat voeren en langs die parameters het pensioencontract weer opnieuw gaat inrichten. Dus dat je echt gaat denken van nou, misschien willen we inderdaad wel een situatie hebben waarin we het basispensioen gewoon een stuk verlagen, maar wel welvaart vastmaken. En daarbovenop een bonus uitkeren als het mee heeft gezeten met het pensioenfonds over de tijd dat je hebt ingelegd als cliënt. Ja, en ik vind ook deze laatste vind ik eigenlijk wel heel galant. Het klinkt natuurlijk als een stuk leeftijdsdiscriminatie dat je zegt van ja, hoe ouder je wordt, hoe meer je wordt afgeknepen. En aan het einde zit je als een kastplantje achter de geraniums. Maar het blijkt gewoon uit het uitgavenpatroon van mensen dat naarmate ze ouder worden echt substantieel soberder wordt. En dus ook daar weer wat ik net al zei, je moet voor jezelf even de rekensom dan maken. Wat denk ik echt nodig te hebben? Laatste vraagje van mij. China heeft vandaag de rente verhoogd. Mogen we ons daardoor wat prettiger voelen? Ik denk het wel, ja. Ja. Kijk, China moet gewoon haar economie wat gaan afkoelen. Oké. Okay. Absoluut. Ja, het eten bij de Chinees wordt duurder, maar ons pensioen wordt goedkoper, zo zeggen. Heel hartelijk dank voor alle uitleg. U bedankt allemaal voor de discussie die vast en zeker aan de bar doorgaat. Nou, de drank is gratis, gaat niet ten koste van uw pensioenpremie. Kijk. Allard, hartstikke bedankt. Heel graag gedaan. Namens iedereen. Dank u wel. Heel erg bedankt. Hartstikke bedankt. Dankjewel. Het is een oud flesje, een jaar of 65, dus geniet ervan. Mooi, dankjewel. Laat ik hem nog 2 jaar liggen. Dit was Politiek Café. De volgende Politiek Café is op 16 november, dan met SP-voorman Emiel Roemer. Graag tot dan.